hier zijn mensen die een oorlog hebben meegemaakt en die weten als geen ander hoe het is als je niet meer veilig voelt in je eigen huis, in je eigen woonomgeving. Dus een maand om daar ook nog wat extra bij stil te staan, hoe gezellig we het hier ook hebben. Er zijn mensen die het misschien wat minder gezellig hebben, die verdriet hebben. Laten we die mensen ook deze maand niet vergeten, ook in Amersfoort niet. Zo ken ik u, dus zo zal het ook dit jaar in Amersfoort zijn. Kijk eens om u heen of u iets kunt betekenen voor de mensen die misschien wat somberder hebben dan u zelf. Feestcomité, Bert Timmerman, vertel eens. Wat gaat er vandaag gebeuren precies nog, ondanks het slechte weer? Ja, nou ja, dat went. Het is het derde jaar op rij dat we slecht weer hebben. Dus we zijn het onderhand gewend. We zijn bezig met de Ammerse kerstmarkt. Voor het tiende jaar misschien, elfde jaar, ik weet het geen eens. En vanmiddag om 17:30 zal de wethouder Blok nog de kerstboom hier ontsteken. Nou, het is een optreden van de zangvereniging, van de muziekvereniging, van de zingende zalmvissers. We hebben veel kramen, dus gezelligheid alom.